Oud en nieuw net geweest, ja. Oliebollen net achter de kiezen en toch naar een nieuwjaarsreceptie. Waarom? Ja, op uitnodiging. Dus het is voor mij ook een verrassing. Waarom heb je haar uitgenodigd? Nou, vanwege de koorbazen. Waar wij voor uitgenodigd zijn. Dus wij zijn van de partij. Wat verwacht je van zo'n nieuwjaarsreceptie? Nou ja, ik heb niet zo heel veel idee, moet ik eerlijk bekennen. Het is wel heel druk, hè? Dus, ja, dat had ik dus niet verwacht, inderdaad. Nee. Maar goed, wij hebben er zin in. Burgemeester Henk-Jan Meijer, het is weer propjevol vandaag, hè? Dat moet u goed doen. Ja, dat is wel mooi. Eigenlijk is het theater te klein, want we hebben altijd meer aanvragen. En binnen 6 uur waren de kaarten weg. Dus wel mooi dat er zoveel belangstelling is. En het gaat goed met Zwolle, hè? Dat zegt iedereen en dat vind ik eigenlijk zelf ook wel. Ja, het gaat goed met Zwolle. Ja, dat zegt u ook in de toespraak. Dus het kan niet beter, lijkt het haast wel. Nou, dat was wel mooi. Ik had net iemand in die rij die zei, laat 2018 maar net zo mooi zijn als 2017. Kan nauwelijks beter. Dus dat vond ik wel een mooie formulering. Ja, wat vooral opviel is het aantal inbraken ook wat erg gedaald is. Ja, hoe komt dat zo? Ja, we hebben wat meer aandacht aan donkere dagen, offensief noemen we dat gezegd. Want er wordt veel ingebroken als het vroeg donker is. En zeker rond de kerstdagen als je ergens anders gaat eten. En we hebben nu gewoon gezegd, laat het licht aan, doe de deur goed op slot enzovoort. En dat heeft enorm geholpen. Dus er is maar 1 inbraakpoging geweest tijdens de kerstdagen. En vorig jaar waren het er 13, dus heel mooi. Dat is een mooie boodschap om mee te geven aan de mensen hier. Wat mij opvalt, het is heel veel verbondenheid hier. Mensen komen hier elkaar om elkaar te ontmoeten hier. Hè? Is dat typisch voor Zwolle? Nou, ik ken andere steden niet zo goed. Maar in Zwolle is het wel heel erg van, we kennen elkaar en we doen samen de dingen. En we kijken of we elkaar kunnen helpen en of we samen dingen verder kunnen brengen. Dat gaat eigenlijk heel vanzelfsprekend. En ik denk dat dat de reden is waarom het zo goed gaat met de stad. Nou, iemand zei al, het is eigenlijk net een dorp. Nou, is het mooie. Het is een stad qua voorzieningen, qua omvang en qua economie. Maar hoe mensen met elkaar omgaan, is het een dorp. En dat beschouw ik als een compliment. Ja, 18 jaar bent u nu burgemeester. Een volwassen leeftijd. U begint eigenlijk pas. Nou ja, ik blijf nog 1,5 jaar, heb ik afgesproken. Ik denk dat ik volgend jaar toch wel heel raar op mijn laatste nieuwjaarsreceptie sta. Maar voorlopig denk ik, ga er nog 1 jaar tegenaan. Nou, heel veel plezier en nog een goed 2018 gewenst. Ja, bedankt. En ook alle kijkers en luisteraars een heel goed 2018. Dank u wel.